Op 22 maart vond de officiële opening van MFC De Groos plaats. De openingshandeling wordt verricht door burgemeester Marion Laars en de heer Karel Schmidsmans van Maaskant Wonen. Daarna worden gezellig samen zijn en twee dagen later wordt open dag, waar ook veel belangstelling voor wordt. Kijk maar, meneer Smit. Welkom aan mevrouw de burgemeester, het college en de gemeenteraad uiteraard, aan het bestuur van de woningvereniging Stijn Maaskant Wonen, aan het personeel van de WIP en ik zie niet heel veel bewoners. Dat zijn ook allemaal gasten van ons vanmiddag en die gasten zeg ik dus ook welkom. Nou, dat is er nu. Vandaag 22 april 2010. De feestelijke opening van het MFC. Vandaag open voor samen het multifunctionele centrum De Groos. Dat is net al aangegeven. En we doen dat natuurlijk op een feestelijke wijze. En ik denk ook dat dat op zijn plek is, want dit is, zeg ik dan ook als gemeentebestuur, natuurlijk de eerste grote zichtbare stap in de herinrichting van het nieuwe centrum. En daar zijn we trots op. En ik denk ook dat we met z'n allen door trots op mogen zien. Ik heb net met een aantal u gekald die zeggen, burgemeester, wat ziet het er fantastisch uit. En daar ben ik volstrekt met hen eens. En kijk eens om mijn her, ook wat hij überhaupt in de omgeving is gebeurd. Wanneer ik even terugkijk naar onder of jou geleden, dat is ongeveer de titel die hier binnenkom. Dan ken ik me al bijna niet meer terug op deze plek. En dat is natuurlijk toch, denk ik, een teken dat er een ganse hoop gebeurt in Stijn. En we hebben het net al aangegeven, dit is een multifunctioneel gebouw. Een hele hoop activiteiten vingen hier plaats. En het is natuurlijk fantastisch dat die activiteiten ook verbonden werden met, ja toch, zeg ik maar even, heel sfeervol wonen. En dat is ook dankzij ja, de Maaskant Wonen die hier 44 prachtige levensloopbestendige appartementen had gerealiseerd. En zo ziet ze ook dat ze in gezamenlijkheid tot een fantastisch product kan komen. En gaat wat, denk ik, van belang is voor de gehele gemeente en de gemeenschap Stijn. En het wordt net gezegd, De Groos, ik ga even terug in de tijd. Zo'n beetje eind 2013 wordt eigenlijk het startsignaal gegeven voor de voorbereidende bouwwerkzaamheden. En ja, niet veel later wordt de stevel gesloopt. En dat is denk ik toch voor een aantal mensen ook een beeldbepalend woonflat. En ik denk dat het voor een aantal mensen van Stijn, waar en nog immer is, ja, toch een heel moeilijk moment wie de stevel, zeg maar, naar de vlakte ging. Dat ze vanuit die markante plek moest kijken naar een goede invulling op ja, wonen en een stukje recreëren, ontspannen. En ik denk dat dat zeker nogmaals geluk is. En de naam, daar hou ik het net over, de naam De Groos. Daarvoor hebben we toen een prijsvraag uitgeschreven. En de heer Smees, een inwoner van Stijn, die komt met de naam De Groos. En dat is ook de naam geworden wat aan dit gebouw verbonden werd. En verwijst daarmee natuurlijk ook ja, naar de geschiedenis van, ja, van wat hier ooit had plaatsgevonden. En het mooie is natuurlijk dat ze door de naam, enerzijds een stukje geschiedenis, natuurlijk dat ze daar een knipoog naar deze. Maar aan de andere kant, ja, dat het natuurlijk wel ook, ben van de kieken naar het hier en nu, dat ze dat verleden combineert met ambitie en in ieder geval ferme blik op de toekomst. En in die zin is dit gebouw dan ook, denk ik, een plek, en dat wordt net al gezegd, voor alle Stijnenaren, hoe ze elkaar kunnen ontmoeten, hoe ze een aantal leuke dingen met elkaar kunnen doen. En in die zin dus ook, denk ik, een gebouw voor
de inwoners van de gemeente Stijn. En op het moment dat ze een opening mochten doen, en die gaan het dadelijk natuurlijk doen met onze partner Maas Kantone, maar ook met de direct betrokken verantwoordelijk wethouder, wethouder Hendricks, dan denk ik dat ze ook in ieder geval een woord van dank mocht richten aan alle samenwerkingspartners. Want ja, zonder partnerschap is natuurlijk het realiseren van een gebouw als dit in ieder geval niet mogelijk. En in ieder geval Maas Kantone, hartelijk dank voor de fijne, prettige samenwerking in deze. Maar ook natuurlijk bouwbedrijf Jonge Meulen. Denk ik van harte dank voor de werkzaamheden verricht aan dit gebouw. Maar voor de rest denk ik, in ieder die op welke manier dan ook had metgewerkt aan de totstandkoming van het prachtige gebouw wat hier nu steekt, daarvoor onze dank. En ik denk dat in ieder geval ook, want we hebben natuurlijk ook dadelijk exploitanten van de Graus, de heer en mevrouw Klaassen. En ik denk dat het ook wel op zijn plek is om hen in ieder geval heel veel succes te wensen. Zwaai je heel even op ze, want ze moeten natuurlijk werken. En dan. En dit, ja, veel succes, veel plezier als nieuwe, ja, jonge startende ondernemers. Want dat zullen er, hè. Ja, goed. Dat werd een beetje zo gedoe, maar goed, dat is het natuurlijk toch, wat dat betreft, startende ondernemers. Heel veel succes, heel veel geluk en we hopen natuurlijk dat dit de plek mag zien waarin ieder in Stijn, ja, zich op zijn plek weet, het goed toeven is. En in ieder geval denk ik dat dit, wat we vandaag hier laten zien, de slogan Stijn wil je zien, meer dan waar maakt. En nogmaals, in ieder gefeliciteerd en vooral natuurlijk eigenlijk de inwoners. Die moet voor het meeste feliciteren, want geen gemeentebestuur boet natuurlijk voor zichzelf, verdunt het voor u. Geniet ervan, maak er gebruik van. En nogmaals, heel veel succes en dankjewel. Ik ben trots dat ik hier mocht staan. En op de eerste plaats natuurlijk omdat we blij zijn en trots zijn op dit nieuwe gebouw. Een bijzonder geslaagd ontwerp van architect Art Thijs. Ik weet niet of er hier is. Ja, ik zie hem daar staan. Het voordeel van deze hoogte is dat ze iedereen kan zien dat hij is. Ander voordeel is dat ik met de show niet heb overpoetsen, maar dat terzijde. Ook trots omdat we natuurlijk een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het nieuwe centrum van Stijn, het centrumplan. En dat dit eigenlijk een eerste grote tastbare stap is naar dat nieuwe hart, dat kloppende hart van Stijn. Het gebouw is mooi, maar wat natuurlijk essentieel is, dat de bewoners en de gebruikers, die geven een gebouw betekenis, die geven een gebouw een ziel. En als ik hier kijk naar het groot aantal aanwezigen, ook vandaag hier verzameld in de foyer, dan is dat een bevestiging van het grote belang wat dit gebouw heeft voor de Stijner gemeenschap. De burgemeester gaf het ook al even aan. En als we het hebben over de Stijner gemeenschap, dan denk ik ook in eerste plaats aan de bewoners, voltallig aanwezig hier beneden. Ik wil eigenlijk op deze plaats ook gebruik maken om alle partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, en ook de medewerkers van de organisaties waaronder Maas Kantone bedanken voor de inzet en de inspanning die geleverd is. Ik wil tenslotte de gebruikers, de exploitant en bewoners heel veel geluk toewensen in dit nieuwe gebouw. En met alle plannen die nog staan aan te komen, die nog op de rol staan, denk ik dat we met recht trots mogen zijn op dit nieuwe hart van Stijn. Ik dank u wel. Luie gekriet, geleidske prozakko aangeboden. Maar dan wil ik wel even zeggen dat je dat niet moet doordrinken. Dat mag er alleen even vasthouden. Hoe drinken kun je straks pas als de officiële daad verricht is door de burgemeester? Maar we verstaan het toch gekald. We gaan het straks overschruimen. Met en over seintjes. Maar om allemaal die overige spelwegen toch voor een loet te leggen, hè? We hebben eigenlijk geen tijd voor. We houden het trouwens willen voordoen. Maar dan over die vierkere lijn waar de god vervast te treden voor een schruim te trekken, ja, dat mocht niet. Dus wat hebben ze gedaan? We hebben een filmpje laten maken ervan. Dat filmpje dat weer straks als gerond geleid werd, kent je dat zin? In zaal nummer 4. Ja, we gaan weer, dat kennen de luisteraars straks wel bekeken. De officiële deel die gaat doen gebeuren. De burgemeester gaat dadelijk
de grote leegbak aansteken. Wat hier op de overloop in en morgen wordt hij boete tegen de gevel aangehangen. We gaan dat dadelijk allemaal samen doen. De heer Smits van Sabrie die hier deze kan staan. Hier mogen deze kan staan. Leuk. De vervoerder die hier de deur kan staan. We gaan dadelijk aftellen samen. Van 10 omleeg. En op 1, dat trekt meneer Smits van en de heer Hendricks de gardien omleeg. En de burgemeester stukt dan de stekker. Letterlijk en figuurlijk in de stopcontact. Dus, zo braaf tellen. Zijn we gereed? Dan gaan we nu tellen. Zullen we niet de stekker er goed? Doet je allemaal met? Allemaal met. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Opening van MFC De Groos, het multifunctioneel centrum in Stijn. Danny Hendricks en Stijn Biemig, de wethouder, de uitvoering in de portefeuille hou eigenlijk het. Want het is klaar. Ja, het is inderdaad, vandaag is de officiële opening en we zijn inderdaad heel blij dat het nu ook tot een afronding is gekomen. Dat het officieel geopend is en dat iedereen er gebruik van kan gaan maken. Ja. Ja, er waren, in het begin was het onderdeel eigenlijk van het grote plan, het Hart van Stijn met het winkelcentrum. Dat heeft, de gemeente heeft op een gegeven moment besloten om dat multifunctioneel centrum uit dat plan te halen met die 44 woningen, zodat je in ieder geval op 10 kost beginnen. Ja goed, we hebben uiteindelijk met 3 partijen een contract gesloten. Waarbij ieder voor zijn eigen deel natuurlijk iets realiseert. De ontwikkelaar, de winkels, weer als gemeente het multifunctioneel centrum. En Maaskant wonen de 44 woningen. En op enig moment hadden we wel zoiets van, ja, we willen gewoon vooruit. We willen ook laten zien dat we als gemeente, zeg maar, ons deel ook voor ons rekening kosten nemen. En we hebben gezegd van, nou, dan gaan we ook vooruit en gewoon weer alvast beginnen. En ze doen trucjes op de periode van het begin van de bouw tot nu. Kunnen we dan zeggen dat het voorspoedig verlopen is? Ja, het is voorspoedig gelopen. Het is toch een majeur project zoals dat heet. Dus je kunt altijd wel dingen tegen die minder goed gaan en dingen die goed gaan. Ook wat slecht weer gehad een aantal weken. Dus maar op zich is eigenlijk alles heel voorspoedig verlopen. Ja. En dan is het nu de grote dag, de officiële opening. Ik heb het... de lichtbak onthuld hè, met een mooie naam De Groos erop. De Groos, de naam die uitgekozen is door een Stijndenaar. Ik ken de langers, want dat is in Stijn bekend. Hè. Kost het zelf ook? Ik koos de naam De Groos niet, maar ik heb wel een broer die op de Groosstraat woont. Dus, en hij heeft dat later uitgelachen, wie dat ineens zit. Dus, Dat zit er toch in de familie, dat is ja. Toch wel handig. Hè? Ja. Het is een multifunctioneel centrum. Wat gaat er allemaal in gebeuren? Nou, er is in ieder geval ruimte gemaakt voor de bibliotheek. Een van de modernste bibliotheken denk ik in de regio op dit moment met de nieuwbouw. En uiteraard is er een hele grote zaal gemaakt waar wat grotere feesten kunnen worden georganiseerd. En ook hoe verenigingen natuurlijk hun onderkomen krijgen. Zoals de fanfare, een ouderenvereniging, muziekvereniging, de strings niet te vergeten. Dus eigenlijk kent iedereen hier zijn plaats krijgen. En de ruimtes zijn multifunctioneel ingedeeld. Dus dat wil zeggen dat niet iedereen of iedereen gebruik moet maken van de ruimtes. Maar dat ze ook voor andere doeleinden beschikbaar zijn. Dus dat niet iedere vereniging een vaste ruimte kregen. Dus de naam multifunctioneel, dat is echt op zijn plaats in dit geval? Ja, multifunctioneel, dus ook multifunctioneel te gebruiken. Ja. Ja, dat is fijn. Voor
Gewoon dadelijk eens rondkijken met de camera naar de grote zaal, de kleine zalen, alles wat er te zien is. Verwens je dich proficiat natuurlijk met de totstandkoming van de Graus en verhopen dat de lui van de gemeente vooral er heel veel plezier aan mogen blijven. Ja, ik denk dat het met name een proficiat is aan de gemeenschap van Stijn, want daarvoor hebben we het uiteindelijk gedaan. Wat in de halve cirkel, die tellen alleen maar. Alles wat de boete wil, de voor en erachter, is voor degene die wat gewonnen heeft. Oh. Beginnen we? Ja. Ik begin, hè. De laatste mag beginnen. Die dit wel. Maak ze die regels nu zo zelf in, hè? Ja, 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 ja. Dat, ja, maar nu kennen ze wel meer voeten ernaar. En gewoon ze direct... Bij mij staat de heer Karel Switsmans, hij is voorzitter of de directeur van woningstichting Maaskant Wonen. En waarom staat hier bij mij? Omdat Maaskant Wonen 44 prachtige appartementen heeft gebouwd boven de Graus. Wie zijn er tevreden over het verloop van de bouw? We zijn zeer tevreden over het verloop van de bouw. En dat wil zeggen, we hebben eigenlijk een planning gemaakt en ook een budget, wie dat gebruikelijk heet. Hè. En de manier waarop dat zeg maar, met partijen samen gegaan is, dat is voortreffelijk geweest. En in bijzonder de relatie met de gemeente. Want we hebben natuurlijk samen één geboe, hè, beneden de gemeente boven Maaskant Wonen. En de manier waarop we samen hebben opgetrokken is voortreffelijk. En het kenmenig project kan doorgaan van leren, moet ik zeggen. Dat klinkt al heel goed. Dat klinkt zeker goed. Je hebt 44 appartementen. De bedoeling is, als ze zorgen boes, dat ze ook verhuurd werden. Wie ging dat? Ja. Dat is eigenlijk ook heel goed gegaan, waar je, wie we daarmee begonnen zijn, meteen een 130-tal aanmeldingen. Die even op hun beurt moeten wachten, want er komt natuurlijk weer een moment dat er gaat woningen vrij komen en dat we gaat beweging krijgen. Dus, maar de belangstelling wordt groot en ja, ik moet ook zeggen, het zit natuurlijk ook appartementen op een unieke plaats. Hè. Het is het centrum van Stijn, het is een combinatie met het MFC, het is een combinatie met de zorgaanbieder Vivantes. Als je naar de toekomst kijkt, de winkels, hè, alles caught me. Ik denk, ja, beter kan ze eigenlijk niet wonen. Dus een ideale ligging inderdaad, ja, zeker voor de ja, doelgroep. Ja, want ja, looster mobiliteit wordt natuurlijk minder. We merken dat ook in andere complexen overigens, dat oudere bewoners ja, met mobiliteit natuurlijk toch wel eens een probleempje hebben. Hier hebben ze dat veel minder en kent ze eigenlijk overal te voet naartoe. En dat is een voordeel zonder meer. Nou, het klinkt alleen maar allemaal prima en daar zijn we heel blij mee. Ja, ja. Nee, ik moet ook zeggen, ik kijk met heel veel tevredenheid terug naar het traject. En ik noemde al de samenwerking met de gemeente, voortreffelijk gewoon. En ik ben ook blij dat we op deze plek een begin hebben kunnen maken met dat nieuwe centrum. Want, ja, ja, maar dat wordt natuurlijk wel tijd en het is ook inderdaad fijn dat er nu zorgen op een gegeven moment van nou, dat het toch gaat gebeuren. En dat is ook vrij snel en succesvol verloop. Ja, en dat wordt in het verleden natuurlijk toch steeds het puntje. Hè. De brandjes geweest en wanneer beginnen ze nu? En we hebben in 2013 aan het begin gemaakt met de stevel, het slopen van de stevel. En dat was eigenlijk al een eerste moment dat ze zo van, hé, hey, er gaat nog iets gebeuren. En dat wordt
ja, een markant gebouw. Eerder in kostenstevel, het stook met 12 verdiepingen hoog, boven alles goed. En op het moment dat dat plat ging, dat gebouw, ja, dan had ze al meteen gezegd van ja, dat gaat nu echt gaat gebeuren. En het beeld in steen gaat echt wel veranderen. En ja, eigenlijk meteen daarna zijn we natuurlijk hier doorgegangen. En ja, dat centrumplan, dat werd zo tastbaar. En dan zijn we eigenlijk heel blij dat dat zo voorspoedig gelopen is. Nou, ja. Steen is nu een afwachting van de rest van het centrumplan. Ja, we zijn blij in ieder geval dat dit er allemaal steekt. En verwens je met uw Maaskant wonen van harte proficiat met de realisering van dit complex. Heel erg bedankt, joh. Fijn. Dankjewel. We zitten hier sinds 30 maart en ja, we zijn heel blij en tevreden met ons pand. Want je ziet zelf, als je rondkijkt en voor degenen die nog de bibliotheek gaan bezoeken, dat het een heel mooi pand is geworden. Heel ruim, heel licht, met hele grote ramen. Vanaf de straat ook al duidelijk zichtbaar wat er in dit gedeelte van het MFC De Groos zit. En nogmaals, we hebben ook heel wat te bieden voor de klanten. Degenen die al regelmatig in de bibliotheek komen, die weten wat we te bieden hebben. Maar nogmaals, we hebben een mooie collectie voor volwassenen. We hebben een mooie collectie voor kinderen. Niet alleen boeken, maar ook films, luisterboeken, Desiroms. We hebben internet-pc's, we hebben 8 internet-pc's die de klanten gratis, of de bezoekers moet ik zeggen, gratis kunnen gebruiken. Dus door ze niet eens lid te zijn om naar de bibliotheek te komen. De kennis dagelijks een krantje hier komen lezen, een tijdschrift. En nogmaals, daar hoeft ze dus ook geen lid voor te zijn. Alleen, wil ze gaat met een hoesnummer, wat Veer natuurlijk ook heel fijn zou vangen, dan hebben ze een bibliotheekabonnement nodig. Maar iedereen is welkom. Ik zou zeggen, kom zeker eens kijken op onze nieuwe locatie.